Beste mensen, van harte welkom. Een heel hartelijk welkom aan u allen. En in het bijzonder natuurlijk aan al die mensen, bewoners van huizen met nummer 18, die vandaag gekomen zijn om hun 2018 te begroeten. Een aantal van u heb ik al de hand mogen schudden, hebben zelfs al foto's samengemaakt. En ik zie er naar uit om een heel aantal van u straks ook nog te begroeten. Voor de derde keer mag ik samen met u het nieuwe jaar inluiden. En gelukkig is die jaarwisseling op een feestelijke manier verlopen. Dat is vooral de eigen verdiensten van onze inwoners, die er steeds beter in slagen de nieuwjaarsnacht een feest voor iedereen te laten zijn. Maar een woord van dank is zeker ook op zijn plaats in de richting van al onze collega's van de gemeente, de politie, de brandweer, vele hulpverleners die in touw zijn geweest om de jaarwisseling soepel te laten verlopen. Hulde en heel veel dank aan jullie allemaal. Precies. Zo rondom de jaarwisseling worden we traditiegetrouw overspoeld met heel veel lijstjes. De invloedrijkste Nederlanders, de best bezochte films, de opvallendste fake nieuwsberichten, grootste talenten en ga zo maar door. En ook onze gemeente kan terugkijken op een mooie bestuursperiode met menig succes. Samen met de gemeenteraad en het college ben ik trots op de mijlpalen die we met elkaar hebben bereikt. We hebben met ondernemers en winkeliers geïnvesteerd in een stadshart dat steeds meer bruist en iedere week mooier wordt. We durven bewust te kiezen voor duurzaamheid, met initiatieven die zowel bijdragen aan onze welvaart als aan onze leefomgeving van vandaag en van morgen. We hebben met lef gewerkt aan de fundamentele veranderingen in het sociale domein, daartoe uitgedaagd door de decentralisatie van taken die eerder door Rijk en provincie werden gedaan. We bouwen aan Alphen aan de Rijn als een prettige woonstad, met gevarieerde woningen voor jong en oud, in de juiste aantallen en van de juiste kwaliteit. Onze infrastructuur loopt daarmee in de pas, omdat we blijven werken aan bereikbaarheid en veiligheid. Maar een paar voorbeelden van de grote thema's die in onze gemeente spelen en die in de afgelopen periode met voortvarendheid zijn opgepakt en waarop mooie resultaten zijn geboekt. Maar toch, als ik zo terugkijk op het afgelopen jaar, springen mij niet alleen dit soort highlights in de herinnering. Het mooie van het werk als burgemeester is namelijk dat je dicht bij mensen mag staan. Dicht bij hun dagelijkse werkelijkheid. Dat zij je meenemen in hun zorgen en in hun verdiensten. Waardoor je mag meemaken wat er allemaal in onze gemeente gebeurt. Al die mensen laten je zien het grootste in het kleine. Want die mensen maken de gemeenschap. Dat perspectief is zo de moeite waard dat ik het graag met u deel. Aan de hand van zomaar een paar ontmoetingen van het afgelopen jaar. Kijkt u met mij mee? Het Schoutenhuis vierde in 2017 het tweede lustrum. In die 10 jaar heeft deze prachtige historische locatie niet alleen het horecahart van onze inwoners gewonnen, maar ook een plek gecreëerd waar mensen met een verstandelijke beperking hun talenten laten zien. Simpelweg door te zijn wie ze zijn. En wanneer je er wordt begroet met een stralende glimlach, maakt mijn hart een sprongetje van trots. Dat dit bestaat in onze gemeente. En kent u deze ondernemers al? Die voor dag en dauw uit de veren zijn om met elkaar een ontbijtje te nuttigen. Niet om alleen om hun eigen business een boost te geven, maar ook om hun kennis en ervaring met elkaar te delen en zo tot originele acties te komen. Met al die grote en kleine beetjes levert het Business Breakfast al 13 jaar een forse donatie aan het Ronald McDonald Huis in Leiden. Zo'n beschuitje met betrokkenheid. Dat het bestaat in onze gemeente.
En kijk ze hier eens staan, de vrijwilligers van het PWA-bad in Koudekerk. Al bijna 25 jaar houden zij het openluchtzwembad draaiende, zonder dat er subsidies aan te pas komen. Omdat het bad zo'n ontzettend belangrijke functie voor het dorp heeft, dragen veel ouders en grootouders met plezier hun steentje bij. Dat gaat heus niet altijd van een leien dakje, maar het gebeurt wel. Handen uit de mouwen, dan regelen we het met elkaar. Dat zoiets bestaat in onze gemeente. En weet u het nog? Dat zonovergoten Pinksterweekend aan het meer? Het zomerspektakel sloeg dit jaar alle records. Het weer liet zich van zijn beste kant zien en dat gold ook voor de organisatie, de artiesten en de vele duizenden bezoekers. Ik heb er mijn ogen uitgekeken, omringd door zoveel en zoveel gevarieerde activiteiten. De Obstacle Run met honderden sportieve deelnemers, het onvergetelijke concert van de Josti Band, de vele professionele podiumacts en dan ook nog een Pinksterdienst in de open lucht, die door onvoorstelbaar veel mensen werd bijgewoond. Nog nooit eerder vertoond, zeker voor herhaling vatbaar, dat zoiets bestaat in onze gemeente. En dan 4x11, dat is een kroonjaar in carnavalsland. De Krooshappers mogen zich dit jaar de trotse jubilaris noemen en met recht. Want het vastenavondfeest wordt nergens in de Randstad zo uitbundig gevierd als in ons Boskoop. Al maanden brengen inwoners en vrijwilligers hun creativiteit in stelling om de mooiste praalwagen en kostuums te maken. Dat leidt op 10 februari tot een optocht die in het zuiden van het land niet zou misstaan. En tot een feest waaraan honderden mensen zich nog weken kunnen warmen. Zoveel plezier. Zo'n mooie traditie. Dat het bestaat in onze gemeente. En dan het initiatief van de Jozef. Het complex van woonforten met 108 bescheiden appartementen voor mensen die met spoed woonruimte zoeken, maar niet in aanmerking komen voor urgentie. In de Jozef wonen straks zo'n 100 mensen met verschillende achtergronden. Studenten, jongeren, mensen die soms net gescheiden zijn, statushouders en mensen die woonbegeleiding of zorg krijgen. Van hen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het complex en dat ze voor de andere bewoners klaarstaan. Dat is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar ik vind het een innovatieve insteek voor een actueel vraagstuk waarbij ieder iets op zijn eigen manier terugdoet voor het collectief. Dat zoiets bestaat in onze gemeente. Ja, dames en heren, als je er oog voor hebt, bestaan onze wijken en kernen uit sterke gemeenschappen, waarin mensen hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee dragende krachten zijn van onze samenleving. Enkele van deze echte Alphense helden hebben in 2017 al een blijk van waardering ontvangen. Ik herinner me Mariska van Vliet en Petra Drescher, initiatiefnemers van Ik Kook Ook Voor Jou. Zij wonnen de Vrijwilligersprijs in 2017. Twee gewone vrouwen die vanuit hun eigen keuken gestart zijn met het koken van maaltijden voor zo'n 150 tot 200 mensen die in financieel zwaar weer verkeren. Al die voorbeelden zijn geen zeldzame pareltjes, geen zoethoudertjes, maar zichtbare onderdelen van een herkenbaar patroon in Alphen aan de Rijn. Ik heb er meer niet dan wel genoemd, omdat de lijst anders eindeloos zou zijn en u wel heel lang zou moeten wachten op uw nieuwjaarstoast. Maar kijk gewoon eens om u heen, dicht bij huis. Misschien is uw buurvrouw vrijwilliger bij het verkeersexamen. Heeft uw nicht zich aangemeld als taalcoach? Heeft uw zoon een bloeiende onderneming die mensen kansen biedt? En bent u misschien zelf wel actief als schuldmaatje? Dat zijn geen druppels op een gloeiende plaat. Met elkaar is dat de plaat. Een meeslepende langspeelplaat die mij als muziek in de oren klinkt. Het is aan ons als gemeente om ruimte te scheppen voor al die initiatieven en om onze waardering te laten blijken voor de mensen die die initiatieven ook dragen. En dat brengt mij bij een bijzondere groep van 39 mensen, die vanuit welke politieke overtuiging dan ook hun tijd en energie investeren in het algemeen belang.
die het bijvoorbeeld op social media vaak stevig te verduren krijgen, maar zich daardoor niet uit het veld laten slaan. 39 inwoners die keuzes maken die voor onze gemeente van groot belang zijn en zich daar, naast hun reguliere bezigheden, gemiddeld 20 uur in de week voor inzetten. Je zal maar raadslid zijn, zou je bijna zeggen. Maar deze mensen doen dat met overtuiging en passie en ik vind dat ze daarvoor een groot compliment verdienen. Alle 39 leden van onze gemeenteraad. Het nieuwe jaar luidt voor hen en voor ons allemaal een nieuwe periode in. Want op 21 maart kiezen wij een nieuw bestuur en zal de gebruikelijke stoelendans misschien nieuw bloed, verse inzichten en een andere balans met zich meebrengen. De partijen maken zich nu op om campagne te voeren. En ik hoop dat zij daarbij de juiste toon vinden om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om de gang naar de stembus te maken. Het blijft, ook bijna 100 jaar na de invoering van het algemene kiesrecht, belangrijk om de kostbaarheid van dat recht te benadrukken. Net als de reikwijdte ervan. Met uw stem geeft u invulling aan de toekomst van Alphen aan de Rijn. En die oproep die doe ik ook aan alle 18-jarigen en anderen die voor het eerst naar de stembus mogen. Tegen hen zou ik willen zeggen, of je nu tevreden bent over je leven of juist alles anders wilt, of je je zorgen maakt, of je juist verheugt op de toekomst, of je je betrokken voelt bij Alphen, of zelfs, als je hier zo snel mogelijk zou willen vertrekken, laat dat geluid horen. Samen maken we keuzes hoe onze stad en hoe onze dorpen er straks uit gaan zien. Dames en heren, ik wil met u het glas heffen op een gloednieuw 2018, waarin we voortbouwen op wat er is en waarin individuele keuzes en inspanningen leiden tot grootse effecten. Een jaar waarin Alphen linkt en waarin we al het goede in de spotlights van de uitgelichte televisietoren zetten. Een jaar waarin we elkaar ontmoeten om te genieten van alles wat deze gemeente te bieden heeft en te verbeteren wat anders kan. Een jaar waarin we met optimisme ons werk doen, gevoed door de positieve energie die door onze gemeente stroomt. Kortom, een jaar waarin we trots zijn op Alphen aan de Rijn en waarin we dat gevoel samen uitdragen. Daar proost ik op. Alle goeds. Dank u wel.